Dag, mijn lieve soul searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor de nieuwe maan in Vissen aankomende 2 maart 2022. Allereerst, ik zou jullie heel graag van harte willen bedanken voor alle likes, berichten en vooral de abonnees. De nieuwe abonnees, welkom. Ik heb gisteren op 22 februari 2022 de 8000 behaald, waarvoor ontzettend veel dank. Blijf het vooral doen, heb je het nog niet gedaan, like het zeker, abonneer, help mij tot de 10.000 te komen, zou fantastisch zijn. Dus ontzettend bedankt en welkom aan de nieuwe abonnees. Tot de orde van de zaak. De nieuwe maan in Vissen. Ik moet zeggen, ja, nieuwe maan is dus nieuwe dingen aantrekken, manifesteren. Hele sterke manifesterende energie, want we hebben heel veel planeten, zon, de maan, Neptunus, dat vis regeert, en Jupiter. Alle vier in vissen, dus het is echt een vissenportaal. Transformerende wedergeboorte energie. En vissen, ja, in de tarot wordt voor mij gerepresenteerd door de hoogpriesteres. Dus we hebben een bepaald innerlijk weten. Yin en yang wordt in akkoord gebracht binnenin ons. Hoger bewustzijn, het spreekt over intuïtie, het spreekt over het mystieke. Dus we hebben een bepaald innerlijk weten. En van daaruit is het nu zaak om vooruit te gaan. Dat innerlijk weten is ook ontstaan dankzij de gehangene energie, wat ook vissen is. De gehangene is vastzitten, even geen kant op kunnen, het gevoel hebben niet te kunnen bewegen. Maar daardoor, dankzij deze stilstand, hebben wij nieuwe inzichten verkregen. Hebben we de situatie van alle mogelijke perspectieven kunnen bekijken en ook vanuit een hoger perspectief. Want voor mij is dit ook echt wel een ontwakenende kaart, de gehangene. En ik heb het gevoel dat nu, maart, april, er nog wel wat ontwakeningen gaan plaatsvinden. Nieuwe inzichten, nieuwe perspectief en vooral dat groter perspectief. Dus een ontwakening, nieuwe perspectieven. We weten wat helderder waar we naartoe willen, welke kant we op willen. En dan is het nu tijd voor het oordeel. Kaartje nummer 20 van de Grote Arcanen. Een wedergeboorte, een verlossing, een halleluja moment. Je versie 2.0 die herrijst uit de dood. Dus je hebt van alles meegemaakt. Je hebt voor sommigen een identiteitsdood meegemaakt. Dark night of the soul, zeggen sommigen ook. Er is van alles getransformeerd de afgelopen periode. Jij bent nu aan het herrijzen uit de dood. Een nieuwe jij, een nieuw inzicht, een nieuw beeld van jezelf, van de omgeving, van de wereld. Waardoor je kunt verlossen van alles wat jou niet meer dient om richting het nieuwe te gaan. Dus transformerende energie, wat moeten we loslaten? Manifesteren, en hele krachtige, potente energie om te manifesteren. Vissen is namelijk buiten heel intuïtief en emotioneel ook heel creatief in dromen. Dus droom zo groot en zo mooi als dat je maar kan. Heel belangrijk, omdat deze nieuwe maan zo krachtig is, om niet vanuit angst te manifesteren, want dan kun je dat creëren. Ik heb daar een videootje over gemaakt. Ik zal die aan het einde van deze video toevoegen, de link. Kijk er zeker naar als je hem nog niet gezien hebt, want daar is wel een klein gevaar. Ik wil niemand bang maken. Maar als je vanuit angst manifesteert, kun je dat dus ook in de wereld helpen. En dat willen wij niet. Dus, transformerende wedergeboorte energie. Nieuwe dingen aantrekken, manifesteren. Dus een frisse start versus het einde. Een beetje een duale energie, moet ik zeggen. Verandering. Qua relaties kan het absoluut betere matches. Er is verandering. Binnen contacten, connecties zijn er veranderingen die plaatsvinden. Is er ook een transformatie die plaatsvindt. We zijn richting meer betekenisvolle connecties aan het gaan. Vanuit zelfliefde en zelfrespect. Dus dat hele werk wat je aan jezelf hebt gedaan de afgelopen periode gaat nu lonen, omdat je dus nieuwe dingen, nieuwe mensen die veel beter bij je passen gaat kunnen aantrekken. Nieuwe situaties. Dus, ja. Ik ga het niet zoveel hebben over de planeten vandaag. Voelt niet. Dus we gaan even zien wat de tarot hierover te vertellen heeft en of ze mijn kaarten bevestigen. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar de readings die ik voor maart heb gedaan, voor alle sterrenbeelden, staan online. We gaan eens even zien voor het collectief. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. En we hebben volhouden. De finishlijn is in zicht.
er is een finish, er is een einde, er is, ja, effectief het oordeel is voor mij de voorlaatste kaart van de grote arcana. En dan heb je de wereld. En de wereld is het einde van een cyclus, het einde van een fase, het einde van een deel van jouzelf, van jouw leven. Het is nog heel even volhouden, want er moet nog iets beëindigd worden precies. Er moet nog de laatste sprint gemaakt worden tot de finish. En dan hebben we serendipiteit. Waarschijnlijk niet te zien. Enfin, ça va. Klavertje 4, dus geluk. Je wordt gedragen. Ja, dat heb ik niet verteld. Weet dat in sowieso de grote drastische veranderingen, ontwakeningen, torenmomenten die we hebben gehad de afgelopen periode, die waren daar niet voor niks. Sowieso is dat georchestreerd door het universum. Maar buiten dat is dat ook echt om jou de lucht in te helpen, om jou de goede kant op te sturen. Dus heb vertrouwen in. Alles heeft een reden. Over 6 maanden met de volle maan in Vissen, 10 september, ga je al kunnen zien. Nou ja, wat je nu manifesteert, ga je al tastbaar en concreet kunnen zien. Waarschijnlijk al eerder, want het is momenteel heel snel. Maar je gaat ook inzien waarom het allemaal zo heeft moeten gebeuren. Alles heeft een reden. Ja, het is niet altijd comfortabel, zeker als het universum zich daarmee moeit. Maar heb vertrouwen op het grotere plaatje. Intuïtief weet je het, wist je het. Dus heb daar vertrouwen in. En ga vanuit die intuïtie nu ook verder bouwen. Dus we hebben geluk. Je wordt hier gelift de lucht in door geluk vanuit het universum. Maar het is nog even volhouden. Wat is de energie voor deze nieuwe maan? Voor het collectief alsjeblieft. 2 maart. De gehangene opoffering. Ja, er is iets dat opgeofferd moet worden voor dat nieuwe begin. Ik heb 2 drieën. Oké, de 3 van zwaarden. Verdriet en verlies. Dat kan pijn met zich meebrengen. Dit is een breuk. Dit is een breuk die misschien al geweest is. Voor mij is dit inderdaad de energie waarin je deze nieuwe maan inkomt. Dus dit is al gebeurd. Verlies en verdriet. Verheugen en viering. Heel tegenstrijdig. Dus er is verdriet. De 3 van kelken kan spreken over een verzoening of feesten. Genieten van de mooie dingen des levens, de daten. Maar er is wel nog een verdriet, een gebroken hart dat er onderop ligt. Wat nog redelijk aan de oppervlakte ligt, moet ik zeggen. Is er nog hoop op een hernieuwd begin? En ik heb voorspoed begint. De aas van pentakels. Een nieuw begin dat tastbaar en concreet is. Nieuwe zaadjes die geplant worden. Dit is iets tastbaar. We hebben nog heel veel planeten in steenbok. Of heel veel. Venus en Mars. Dus die zijn samen nieuwe dingen aan het in de wereld aan het zetten. En moet ik even zien, Pluto. Dat inderdaad ook een hele transformerende energie is. En nieuwe dingen in de wereld wilt zetten. Dus we hebben hier een nieuw begin, een nieuwe job, een nieuw huis, een nieuwe plek, een nieuwe band die gemaakt wordt met de verheuging en viering. Dat is iets te vieren hebben. Maar ook samen zijn met de juiste mensen. Soul tribe, soul familie. Een nieuw begin. Ik ben benieuwd als ik dat verder ga verklaren. Maar er is ook verdriet. En breuk. Pijn. Hartzeer. Wat is de uitdaging voor deze nieuwe maan? Daar gaan we nu. Dat is de eerste vraag. Concreet is het voor het collectief voor deze nieuwe maan in Vissen 2 maart. Wop. De 9 van pentakels. Er zitten wel heel veel in het materiële. Dit is materiële oogst. De 9 van pentakels is de vruchten plukken van je eigen werk. Zelfstandig, onafhankelijk zijn. Voor mij mini-keizerin energie. Soms happy single. Maar het is de uitdaging. Want er zijn nog herinneringen aan liefde. Dat moet nog voorgehouden worden. Tevreden en blij zijn met waar je staat, wie je bent, wat je hebt opgebouwd, is een uitdaging. Materiële oogst, oogsten wat je hebt gezaaid. Ik heb hier wel een nieuw begin. Maar om dat tot iets overvloedigs te creëren, kan een uitdaging zijn. Wat is het advies voor het collectief alsjeblieft? De basischakra, een nieuwe basis voor jezelf creëren. De basischakra is de eerste chakra, dus de basisbehoeftes, aan de basisbehoeftes voldoen. Nieuwe basis. Heel veel tastbaar en concreet hier. Poep.
En de kracht, energie, leeuwenergie. Met macht staat hier. De macht terug in eigen handen nemen krijg ik hier heel sterk bij. Zelfvertrouwen, zelfliefde. Spreekt ook over vergeving. Het verleden loslaten. Vol gas vooruit. Goddelijke timing. Dus de kracht hebben, moed hebben, lef hebben om een nieuwe basis voor jezelf te creëren. Dat hopelijk deze materiële oogst uiteindelijk gaat creëren. Oké. Wat is dan de uitkomst voor het collectief van deze nieuwe maan? Verstandig kiezen. Deze woorden precies ook nog uitkomen. Ja, eigenlijk wel schitterend, want ik heb twee azen. Dus we hebben echt wel nieuwe beginnen. Een wedergeboorte. Ik heb de aas van Kelke. Liefde begint. Een nieuw begin wat emotioneel... je hart staat open. Je voelt iets. Dit is vanuit je hart dat je iets doet. Ik heb hier best wel tastbare, concrete energieën. Dus is dat iets... Is dat een nieuwe job? Is dat een nieuwe plek? Is dat een nieuw... Goh. Levensmissie krijg ik hier een beetje bij, maar goed. Is dat echt iets dat vanuit je gevoel, vanuit je hart, vanuit jouw intuïtie, vanuit jouw emotie groeit? Dus een nieuw begin. Iets dat tastbaar is, maar ook vanuit liefde vloeit. En de zeven van kelken. Verstandig kiezen. Je hebt opties, dromen, mogelijkheden. En vissen kan dromen. Creatief, ongelooflijk, maar zoveel dat hij niet meer kan kiezen. Hier is het wel zaak om verstandig te kiezen. Om uit al die dromen de juiste te kiezen. Er zijn dingen die glinsteren, maar niet per definitie goud zijn. Er is hier wat verwarring. En tegelijkertijd, misschien was er verwarring. Want met die aas van kelken erachteraan. Volgens mij heb je het hier duidelijk. En kies je vanuit die zeven kelken. Een tijdje niet kunnen kiezen welke kant, welke richting. Hier kies je, maar ook verstandig. Maar in akkoord tussen je hoofd en je hart. Vooralsnog zitten we in stilte te lijden. De negen van zwaarden onderop. Wakker liggen, kopzorgen, moeilijk kunnen slapen, nachtmerries hebben. Vastzitten in het hoofd. En dit allemaal in stilte. Nou moet ik zeggen, de hoogpriesteres zwijgt ook. Heeft een bepaald innerlijk weten. En onze hoogpriesteres-energie, en die hebben wij hopelijk allemaal in ons, man of vrouw, is dan wel heel intuïtief, maar schiet heel erg in het hoofd. En pas op, want daar zitten de angsten, daar creëren wij de angsten. Er is een stilte te lijden hier. Oké. We gaan het zien. Wat zit erachter? Het oordeel. En een nieuw begin. Ja, het is vanaf het moment, er is iets dat niet werkt. En dat jou heel veel kopzorgen, slapeloze nachten, iets wat niet vloeit, niet. Je geeft er energie aan, je krijgt er eigenlijk niet hetgene voor terug. Vanaf het moment dat je jouw waarheid uitspreekt, want ja, nu doe je dat allemaal in stilte. Herrijst uit de dood, herrijst uit een moeilijke situatie, uit iets wat jou veel kopzorgen heeft gebracht, hebben wij direct erachteraan. Een nieuw begin. De dwaas, een sprong in het onbekende. De erkenning en beloning, wauw, partnerschappen en relaties. Veel drieën hier. Maart is een belangrijke maand. Maart, april. We gaan even zien. Verklaar de energie een beetje, voor deze nieuwe maand. In vissen. Dank u. Ja, stilstaande energie. Waar wil ik mijn energie nog in steken? Wat niet? Je hebt het helder voor mij. Je bent nu, misschien nu nog aan het nadenken, aan het piekeren. Hoe gaan we dit doen? Ergens heb je het helder, maar toch staat even stil. Moet ik hiervoor vechten? Moet ik het loslaten? We hebben het Rad van Fortuin, de goddelijke timing. Ja, de tijd is nu. Of de tijd is er. Ja. Dit is een shift. Voor mij een kantelpunt. Een kantelmoment. Goddelijk georchestreerd. Goddelijke interventie. Dit is een karmische cyclus. Die beëindigd is. Beëindigd wordt. Voor mijn gevoel al is. Maar heb jij het gevoel altijd dezelfde dingen aan te trekken. Dezelfde rotonde te staan.
Hier is het tij aan het keren. Voor sommigen is dit inderdaad, heb je dat zelf in gang gezet. Voor anderen is dit iets dat je, dat het universum in gang heeft gezet voor jou. Het creëert wat verdriet, maar het tij is aan het keren. Wat ik zeg, vertrouw op het goddelijke, op het universum. Dit moet zo zijn. Het tij is aan het keren. Ik heb de 10 van Kelke, geluk na moeilijke tijden. Het tij gaat keren. Er is een nieuw begin, tastbaar en concreet. Iets waar je kunt vieren en waar je je verdriet kunt helen. Ja, er is een breuk en tegelijkertijd is er iets heel positiefs uit de situatie. Heel apart. Mooi. En ik heb de 4 van Kelke. Dus van de 3 gaan we naar de 4. De 4 van Kelke kan spreken over bang voor afwijzing. Bang om teleurgesteld te worden. Misschien is er een afwijzing geweest. Binnen een langere termijn connectie. Waardoor er een nieuw begin tastbaar en concreet plaatsvindt. Maar wat ik zeg, voor mijn gevoel is dit absoluut georchestreerd door het universum. Dit is, de timing was er. Het is het einde van een karmische cyclus. Ik kan het even niet anders zeggen. En het geluk komt daar wel direct achteraan, precies. Vanaf het moment dat je het loslaat. Vanaf het moment dat je dat gebroken hart heelt. Pas op, dat kan ook professioneel, hè. Dat je ergens echt zo'n familiegevoel hebt gehad op het werk. Maar dat nu teleurgesteld, verveeld, niet meer voelt. Er is hier het tij dat keert. Verklaar de uitdaging. De 9 van Pentakels alsjeblieft. Voor het collectief. De dwaas. De zon. De toren. De toren is er, ja, oh, veel zwaartjes ineens. En de maan. De maan is hier ondersteboven. Dit zijn illusies die boven water komen. Dit zijn gevoelens die boven water komen. De waarheid die boven water komt. Hier zie je voorbij die illusie. Hier ben je de hoogpriesteres. Maar het is een uitdaging. Ik heb de 7 van zwaarden. De 7 van zwaarden is een beetje weglopen van de waarheid. Is pakken wat je pakken kunt uit een situatie en weggaan. Conflictvermijdend zijn. Ik moet zeggen, deze kan soms spreken over liegen en bedriegen. Met de maan, waarheid die boven tafel komt. Sorry, ik hoor en zie van alles in die kaarten. Dus ik zit een beetje in mezelf te hummen hier. Ik heb namelijk ook de 8 van zwaarden. Dit is de illusie vast te zitten. Door in je hoofd vast te zitten, maar je zit niet vast. En hij komt hier ook ondersteboven. Je bent je hier aan het bevrijden. Van dankzij de waarheid die je ziet. Dankzij, ja, je ziet voorbij de illusies. Dit is tijd voor actie. Het is tijd om je te bevrijden van iets dat niet eerlijk, niet oprecht voelt. Dat jou niet dient, dat heel veel emoties boven water doet. Maar je loopt hier weg van een situatie, ook al is het een uitdaging. Voor mijn gevoel is het misschien ook een uitdaging om daar blij en oké en tevreden en sterk en stabiel in te staan. Je zit niet vast, je bent je hier aan het bevrijden, dit is actie, je ziet het helder. Je loopt weg van iets. Je pakt je biezen en je vertrekt. Richting, voor mijn gevoel, iets dat heel tastbaar en concreet, stabiel op de langere termijn is met de 9 van Pentakels. Kan even alleen zijn, maar op zijn minst tevreden binnenin jezelf. Wat is het advies, alsjeblieft? Volg je hart. Spreek je uit. Ja, transformatie, de dood die hier onderop ligt. Soms zijn we bang voor de transformatie. Er is iets wat je onzeker maakt, maar het is tijd om
de kracht binnenin jezelf te vinden om deze nieuwe basis te creëren. Ik heb namelijk grote veranderingen met de toren ondersteboven. Dit zijn grote veranderingen die je zelf aanbrengt. Drastische veranderingen. En dat is een beetje... het maakt je onzeker. Maar het creëert een nieuwe basis. Ik heb de schildknaap van Kelken. Een nieuw begin, pril begin in de liefde. Of dan wel. Je hart volgen. Hier volg je je hart, niet je angst. Heb vertrouwen dat je ondersteund wordt door het universum. Het universum pusht je een bepaalde kant op. Het is niet voor niks. Ga erin mee en zet zelf ook de veranderingen in gang. Want ik heb ook de 8 van staven. Communicatie, vol gas vooruit. Verandering, verplaatsing, beweging. Hier binnen een prille liefde is er een nieuw begin. Wat misschien begint met daten met de 3 van staven. De 3 van kelken. Communiceer, spreek je uit als je het voelt. Leeuw energie. Spreek je uit, volg je hart. En durf de veranderingen aan te gaan. Ben je bang om jouw stabiliteit te verliezen? Jouw innerlijke rust te verliezen? Ben je bang voor oneerlijkheid? Het is iets dat je zelf creëert in je hoofd. Dus spreek je uit en wees niet bang. Ga voor dat nieuwe begin. Is dat een nieuw tastbaar iets of is dat in de liefde? Ik heb hier alles op tafel liggen, dus het kan van beide kanten. Zet de stappen. Wat is dan de uitkomst als wij dat allemaal doen? Als wij de kracht binnen onszelf vinden om deze nieuwe basis te creëren, om ons uit te spreken, om ons kwetsbaar op te stellen, zou ik willen zeggen. Want de schildknaap van Kelken is het innerlijk kind in ons dat onbezonnen, niet bang is, omdat hij eigenlijk al die angsten nog niet heeft gecreëerd in zijn hoofd. Al die linken zijn nog niet gelegd in de hersenen. Wees onbezonnen. Onbevangen. Stel je kwetsbaar op. En kies verstandig. Kies er eentje waar je het bij voelt. Ik heb de koning van zwaarden. Laat hem dan wezen. Tweeling energie. Hij staat recht overeind. Nice. De gehangene. Je hebt het gezien. Je loopt hier weg van iets. Je bent je horizon aan het verbreden. En je beëindigt een cyclus dat voor sommigen absoluut pijnlijk en verdrietig is geweest. Maar hier zie je het licht. Je zit niet meer vast. Je vaart naar rustige waters. Al die kopzorgen, al die strijd die geleverd is in je hoofd of dan wel met mensen. Hier heb je alles op één lijn. Je hebt het helder, je hebt het gezien, je hebt het licht gezien. Waardoor je weet welke kant op je op wilt. Waardoor je, wat ik zeg, die strijd niet meer hoeft te leveren. Dit kan absoluut een verplaatsing. Ik heb veel bewegende kaarten. Vertrekkende kaarten. Kies vooral verstandig, maar vooral vanuit je hart. Ik heb dus een besluitvaardige koning hier. Deze heeft het heel helder. Weet wat hij wilt. Beslist. Spreekt het uit. Rationeel. Dit kan een professionele partnerschap zijn. Een hulp vinden bij iemand die verstand van zaken heeft. Dit is namelijk iemand die... jij zit hier in je emotie. Misschien heb je iemand nodig die meer in de ratio zit en je ondersteunt in deze. Je hoeft het hier niet alleen te doen. Communicatief, vaardig, stabiel, sterk persoonlijkheid hier. Weet waar die staat, weet wat hij wilt, heeft het helder. Beslist, gaat vooruit, vertrekt. En de 9 van pentakels. Dat was hier onze uitdaging. Voor sommigen absoluut niet meer happy single, maar samen met iemand varen naar rustige waters. De 9 van pentakels kan ook wel spreken over een financiële of emotionele onzekerheid. Dus ondanks die onzekerheid die je hier wel had. Je hebt hier een bepaalde onzekerheid, maar je loopt daarvan weg en het creëert wat angsten. Maar je moet die angst overwinnen. Oké. Want het is wel de juiste richting op. Je weet het.
Volgens mij voel je het aan alles. Dus kies verstandig, ja. Kies ook helder. Laat je gevoel meespreken, maar ook wel je verstand. Creëer een nieuwe basis, spreek je uit, ga die veranderingen aan. Het is niet meer tijd om te wachten totdat het universum het voor jou doet. Het is tijd om de teugels in eigen handen te nemen en zelf die veranderingen in gang te zetten. En ja, het zijn drastische veranderingen. Ja, je wordt onzeker door. Volg je hart. Stel je kwetsbaar op. Dat is de boodschap van het universum. Genoeg boodschap. De aas van pentakels. Een financiële meevaller of een buitenkans ten aanzien van advies of hulp van anderen. Je staat er niet alleen voor. Een bijzonder succesvol project. Een prettige verandering in het werk. Ja, hier gaat de tij keren. Op het werkvlak absoluut. Iets wat eerst heel vervelend en of verveeld en teleurstellend leek. Hier wordt er precies weer samengevoegd. Denk hier aan een specifiek persoon. En ik had het gezegd dat de tij ging keren. Maart, april had ik ook gezegd. Volgens mij weet je wie je bent. De dromer. De sprong in het onbekende. Omhels je ware lotsbestemming. Begin een nieuw avontuur. Heb vertrouwen in jezelf. Het wiel, het rad van fortuin. Geen vertraging meer, plotseling een onverwachte meevaller. Een nieuwe auto of een reis. Ja, er is verplaatsing, verhuizing, movement, absoluut. Het tij gaat keren, er is geen vertraging meer. We zitten hier al een tijdje op te wachten. Het is nog steeds niet morgen, hè? Dat is maart, april. De goddelijke timing is wel bezig. En de 10 van pentakels, wauw. Onderneem stappen voor financiële zekerheid van jezelf en je kinderen en je dierbaren zeker te stellen. Er is hier wat onzekerheid. Onderneem de juiste stappen, helder, verstandig, praktisch, pragmatisch. Verstandige investeringen doen of plannen maken om met pensioen te gaan. Familietradities in ere houden. En de 9 van pentakels, die heb ik dus nu in alle drie de dekken. Beloon jezelf voor je harde werk. Vreugdevol en succesvol eigen baas zijn. Kan. Laat je dan wel helpen door iemand die verstand van zaken heeft. Laat je adviseren. Het koesteren van tijd voor jezelf. Ben je bang om dat los te laten? Als de nieuwe liefde, als je open staat voor de nieuwe liefde. Dat is de boodschap voor het collectief, alsjeblieft. We hebben de sprong. Spring als eerste. De dwaas, ik heb die ondertussen overal gezien. Spring als eerste. Het universum vangt je op. Dat gaat de titel van deze reading zijn. Sowieso. Lumeria. Een hemel op aarde scheppen. Het gebeurt nu. Het tij is aan het keren. Wij zijn daarmee bezig. Hemel op aarde scheppen. Droom, de mooiste dromen. In liefde, in overvloed. Niet in angst en in tekort. Liefde en overvloed. We zijn een nieuwe wereld aan het creëren. Make it happen. Zet de sprong. Spring als eerste. Het universum vangt je op. Laat je trots niet in de weg staan. En dat is de volle maan in Leeuw. Die hebben we net achter de rug. 16 februari. En het is hier inderdaad, ik heb hier leeuwenergie, heel veel leeuwenergie in het advies. Wees moedig, wees sterk, wees vergevingsgezind naar jezelf, naar anderen toe. Maar wees niet te trots. Wees niet arrogant, vind jezelf, overschat jezelf of een andere niet. Wees niet te trots. Stel je kwetsbaar op. Geen barrières, communiceer. Ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk resoneert. Dus laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer. Klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Kijk naar het video'sje over hoe te manifesteren en vooral hoe niet. Laat je trots niet in de weg staan. Ga vol gas vooruit. Spreek vanuit je hart, vanuit je liefde. Vanuit de liefde. En spring als eerste. Het universum vangt je op. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor deze nieuwe maan in Vissen. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.